Het goede nieuws is dus niet alleen dat het onwil is van politici om over de toekomst na te denken, maar ook, of wellicht juist, een onvermogen om dit te doen. En het positieve daaraan is dat onvermogen je kunt veranderen in vermogen. Dit is het einde van het neoliberalisme. Nu echt werk maken van klimaatbeleid. Met gepaste hoop las ik de kranten de eerste week na de start van de coronacrisis. Met enige skepsis eigenlijk des te meer. Als crisis- en leiderschapsonderzoeker weet ik dat het risico van crisis als COVID vooral is dat andere grote maatschappelijke vraagstukken, ongelijkheid, klimaat, juist buiten beeld geraken. Onder druk om nu het juiste te doen, worden bestuurders verleid om als acute crisismanagers op te treden die enkel nog bezig zijn met het hier en het nu. We kijken van dag tot dag hoe de situatie zich ontwikkelt. We zitten vast aan ons openingsplan. We varen collectief op zicht. Het is een race tegen de klok. Laat die woorden maar even op u indalen. Deze letterlijke quotes uit persconferenties van Hugo de Jonge en Mark Rutte tijdens de coronacrisis verengde de tijdshorizon in de crisis. Van dag tot dag iets anders dan van maand tot maand. Ze vernauwden waar we naar keken. Collectief op zicht betekent niet heel ver vooruit. En daarmee bepaalden ze vervolgens hoe en waarop gestuurd werd. Vooral wat nu nodig is om die race tegen de klok te kunnen lopen. Een coronadashboard in plaats van een toekomstteam dat naar een breed perspectief op de samenleving na COVID zoekt. Voel je het verschil? In data die ik gebruik in mijn onderzoek naar hoe leiders met crisis omgaan, zie ik keer op keer dat bestuurders vatbaar zijn voor wat ik bestuurlijke blikvernauwing noem. De keuze om de verantwoording voor de gevolgen van een crisis voor de lange termijn af te schuiven op de toekomst, om het vooral nu lekker beheersbaar te houden. De korte termijn voelt behapbaar, de lange termijn onzeker. En daarom is het er gewoon moeilijker om ermee om te gaan. We zagen deze week ook in het interview dat Wopke Hoekstra gaf over de stikstofdoelstelling in het AD. En we zagen het vrij letterlijk voor de deuren van Ter Apel. Leiding geven aan een crisis als een kind die de marshmallow meteen opeet nadat hij hem is voorgeschoteld. Het bekende marshmallow-onderzoek van psycholoog Walter Michel liet al vroeg zien hoe lastig het uitstellen van behoeftebevrediging is door kinderen één marshmallow aan te bieden of twee als ze een tijdje konden wachten. U kunt raden wat er gebeurde. Met deze houding behandelen politici, in de woorden van filosoof Roman Krishnarik, en dat is een hele moeilijke naam om uit te spreken, heb ik heel lang op geoefend, in zijn prachtige boek De Goede Voorouder, onze toekomst als een verre buitenpost, zonder mensen. Waar grote maatschappelijke problemen zoals het klimaat, ongelijkheid, inclusie, ecologische degradatie tijdelijk kunnen worden gedumpt. Een buitenpost die we wel weer plunderen als we er zin in hebben. Maar waarom vinden politici, die ook maar gewoon mensen zijn, het nu zo lastig om van die toekomst geen buitenpost, maar een stoel aan tafel te maken? Nou, de simpele en cynische verklaring lezen we dagelijks. Politici kijken niet verder dan de electorale cyclus van 4 jaar of handelen puur en alleen uit eigenbelang of partijbelang. Denk maar aan het interview met Hoekstra. Maar die verklaring, durf ik wel te stellen, gaat niet helemaal op. Evenzo belangrijk is het om echt over de lange termijn na te kunnen denken. Politici kunnen last hebben van een neiging, in het Engels bias genoemd, die we in de literatuur hyperbolisch disconteren noemen. Hyperbolisch disconteren is onze neiging om directe beloningen te verkiezen boven beloningen die later in de toekomst komen, zelfs wanneer deze directe beloningen kleiner zijn. Een klein voorbeeld uit persoonlijke praktijk. Ik begon deze week veel te laat met het schrijven van dit praatje, omdat het vrij warm was en ik vaak genoeg vond dat ik een ijsje verdiende en daarmee vervolgens in de stress kwam of dit praatje wel af zou komen. Goede nieuws is dat er komt een einde aan. Het goede nieuws is dus niet alleen dat het onwil is van politici om over de toekomst na te denken, maar ook, of wellicht juist, een onvermogen om dit te doen. En het positieve daaraan is dat onvermogen je kunt veranderen in vermogen. De noodzaak tot lange termijn denken in een tijd die gekenmerkt wordt door een overdosis aan crisis waarin korte termijn besluitvorming de boventoon voert, heeft me onder andere aangezet tot het opzetten van een nieuwe cursus. In deze cursus, ik werk aan de Universiteit Utrecht,
Die heet De toekomst is nu. Ga ik met studenten en bestuurders uit de publieke sector ons lange termijn vermogen proberen te verbeteren. Dat doen we op individueel niveau om niet alleen ons marshmallowbrein, maar ook ons eikeltjesbrein te trainen. Het eikelbrein is ons vooruitziende deel van het brein. Het duurt immers vrij lang om een eik te laten volgroeien. Dat doen we bijvoorbeeld door een tijdsdagboek bij te houden, waarin we reflecteren op keuzes die we dagelijks maken en hun effect daarvan op de korte of lange termijn. Maar we doen het bovenal op organisatieniveau van die bestuurders. We werken aan interventies in de organisaties van die bestuurders om meer plek te geven aan de lange termijn. Zo gaan we bijvoorbeeld experimenteren met de waarde van een toekomststoel die we in elke vergadering neerzetten en die daarin de toekomst vertegenwoordigt. Of we gaan kijken naar wat burgerraden met nog niet bestaande toekomstige bewoners van een stad of een waterschap of een provincie op kunnen leveren. Kortom, het einde van het neoliberalisme, het echt werk maken van klimaatbeleid, het is heus in zicht. Als we maar genoeg mensen opleiden met het vermogen om tijdsensitief te kunnen besturen. Dank u wel.